Wij doen op de kilometer. Ja, gewoon ik probeer in ieder geval gewoon die verwachting die ik op de 500 had bij de eerste 10, dan wil ik op de 1000 ook. En, op de 500 ging het niet zo? Op de 500 ging het niet en daar heb ik me zondag heel de dag voor gegeven om over na te denken en ik ben er niet uit. Want het gaat nou gewoon ook weer lekker en ik maak er gewoon het beste van. Normaal gesproken rijd ik een 1000 meter ook goed, dus het zal wel goed gaan. Kijk, ik heb dit, die 500 meter, en dan ben ik al hartstikke, dat was al boven verwachting, dus dat is in ieder geval iets. En morgen de 1000 meter heb ik heel veel zin in en probeer het beste van te maken. Dus je barst dan een moraal, zoals het in wielertermen heet? Mentaal zit ik wel goed in elkaar nu. Het is eigenlijk een beetje ondergeschoven kindje, die kilometer. Daar doen sprinters aan mee, maar ook weer allrounders. De vraag is, hoe doe je dat nou precies, het rijden van die kilometer? Het is inderdaad, de eerste 200 meter is gewoon zo dat je een goede opening hebt en niet al je kruid verschiet. En dan gewoon in je slag komen en raken klappen maken. Dat is heel belangrijk. Eén lange sprint? Ja, niet echt een sprint. Ik bedoel, op 500 meter is je ritme iets hoger. Op 1000 meter moet je meer gaan schaatsen. 1000 meter als sprinter heb je zo'n grote basissnelheid dat je, nou ja, je kunt zoveel energie kun je verbranden de eerste meters, maar dan kom je de laatste meters kom je gewoon niet meer door. En dan moet je gewoon eigenlijk net even die tussenweg zoeken van net iets minder hard weggaan en dan het laatste rondje ook nog goed doorkomen en dan ga je naar een goede tijd. Dat is heel moeilijk, vooral die laatste 300 meter altijd, dat is het grootste punt. Wat voel je dan? Heel veel pijn. En vooral coördinatie is helemaal weg in de benen. Als je je schaats neerzet, normaal doe je dan wat je wil met die schaats, maar nu is het dan is gewoon hopen dat hij naar voren gaat en niet naar de zijkant. En één keer per jaar heb je dat pas bij het uitkomen van die laatste bocht gebeurt. En dan rij je een wereldtijd. Heb je al goede gereden dit jaar? Ja, ik heb één goede gereden in Heerenveen, die vijfde plaats op de World Cup. En verder eigenlijk pas één in Davo, die ging wat minder. We hebben weinig duizend gereden eigenlijk, echt in echte competitie World Cups. Omdat er gewoon maar 1000 is en 500 altijd twee keer. Nou ja, ik probeer bij de eerste 8, ben ik heel erg tevreden. Het zou heel mooi zijn, hè? Ja, ik ging hierheen en ik zeg eerste 10 en ik ben nu 50 geworden op de 500. En ik denk toch van ja, de vorm is goed. Dus het is heel goed als ik bij de eerste 8 zit, vind ik voor mezelf. Wij Nederlanders hebben bepaald geen rijke historie als het gaat om het rijden van de kilometer. Over het algemeen waren onze allrounders beter dan de sprinters. Aan Wopke de Vecht om daar iets aan te doen. Morgen heeft hij 4 man op het ijs. Nou, 1000 meter kun je op het ogenblik nog niks van zeggen, denk ik. Als je kijkt naar de sprintnaties die aanwezig zijn hier, dan zijn het toch wel een stuk of 10 mensen die heel hard kunnen gaan schaatsen. En of je hier moet spreken al van een favoriet op die 1000 meter. Als ik gisteren die jongens op de 1500 heb bekeken, en met name ook de Russen, dan denk ik dat er niet een echte grote favoriet is op het ogenblik. De Japanners? Nou, de Japanners zijn, dat zijn de mensen die ook de favorieten zouden kunnen zijn. Maar ik denk dat er bij de Canadezen ook een paar hele goede schaatsen zijn. En dat we de Amerikanen niet mogen vergeten. En ik denk dat we een Nederlander ook niet mogen vergeten op het ogenblik. Een of meerdere? Nou, ik zeg gewoon een Nederlander en we hebben er 4 die meedoen. Behandel ze kort, alle 4. Wat kan Arie? Kijk je naar zijn 500 meter, dan kan ik op het ogenblik geen indicatie geven. Technisch ziet het er niet slecht uit, dus we moeten dat gewoon afwachten vanuit de opening. En de 600 meter wordt heel belangrijk voor Arie. Rintje? Rintje die rijdt stabiel en die kan bij de beste helft schaatsen, denk ik. Falco? Ik denk dat Falco voor een uitschieter kan zorgen. Ik hoop dat zijn benen naar die 5 kilometer en naar die 1500 meter een beetje hersteld zijn. Ik denk dat hij gisteren toch iets last van zijn benen had. Maar die kan wel voor een uitschieter zorgen, beslist. En Gerard? Ik denk dat Gerard hier, als hij rijdt zoals hij vandaag rijdt, iets moois kan laten zien.